Dank meneer de voorzitter, geachte leden van de commissie. Ik zal mij beperken, en daar heeft u mij ook voor gevraagd, tot mijn staatsrechtelijke opinie over deze zaak. Want ik hou ook graag de voeten droog en het mag niet in andere wegen worden uitgelegd. Ik beperk mij tot mijn staatsrechtelijke expertise waar u mij voor gevraagd hebt. En vanuit die invalshoek denk ik dat het bevel, vind ik dat het bevel wat de Haagse rechtbank hier gegeven heeft, de trias politica uit het lood trekt. Dat is omdat het een bevel is wat zo groot en zo breed, maar tegelijkertijd zo vaag en zo politiek is, dat je dit niet in de sfeer van de dwangsommen en de executiegeschillen moet trekken. Met dit bevel trekt de rechter de verantwoordelijkheid voor het klimaatbeleid van een complete kabinetsperiode naar zich toe. Terwijl de maatregelen die zullen moeten worden genomen, of de maatregelen die sowieso zullen worden genomen, deels ook nieuwe rechtszaken zullen uitlokken waar de mensen naar de rechter gaan en juist bescherming vragen tegen dingen. De rechter is in een heel vroeg stadium vrij direct bij de uitvoering van dit soort zaken betrokken. En dat lijkt mij geen goede zaak. Dat betekent dat de grenzen in acht moeten worden genomen. Eigenlijk ook de grenzen die ook gelden als de rechter gelijk heeft. Heel veel mensen die voor dit bevel zijn, die redeneren vanuit de rechtsbescherming gedachten. Die zeggen, ja, maar de rechter heeft gelijk. En als die gelijk heeft, wat zouden dan de grenzen zijn als die dat gelijk wil realiseren? En mijn staatsrechtelijke opinie of mijn staatsrechtelijk standpunt is, het staatsrecht stelt grenzen aan wat de rechter vermag, zelfs als die gelijk heeft. Want het zijn dezelfde grenzen die ons moeten beschermen als de rechter geen gelijk heeft. Dus de terughoudendheid is van een andere aard dan dat het niet zou kloppen wat de rechter hier stelt. De rechter kan heel goed gelijk hebben dat er dingen moeten gebeuren aan het klimaatbeleid. Maar dat moet de rechter niet dermate aan zich trekken dat dat tot een bevel wordt waar dwangsommen en waar deurwaarders aan te pas moeten komen. En dan is de vraag natuurlijk, hoe zit het dan precies meer juridisch? Dan denk ik dat de rechtbank miskent dat dit een wetgevingsbevel is. Dus dat het in strijd is met wat de Hoge Raad al sinds een jaar of 10 handhaaft sinds het waterpactarrest. Hij zegt, ja, maar er wordt ook niet expliciet gesproken over wetgeving. De rechtbank zegt dat. Toch denk ik dat dat niet een hele realistische discussie is. Want in het blokje hiervoor ging het al snel over een klimaatwet. En het bevel luidt ook beperken en doen beperken. Dus ik denk dat dit gaat niet over de aanschaf van extra elektrische veegkarretjes. Dit gaat over een forse ingreep. En dit soort bevelen zou de rechter dus niet moeten geven. Dan kan er dan helemaal niks. Hè? Verzet het staatsrecht zich dan per definitie tegen elke vorm van rechtsbescherming door de civiele rechter tegen de overheid? Dat denk ik niet. Er zijn wel dingen die wel mogelijk zijn. Twee eigenlijk met name. Je hebt de verklaring voor recht waar de SGP-zaak over ging. Dat is niet met een bevel. Er komen geen deurwaarders, geen dwangsom aan te passen. Maar er komt alleen een verklaring aan te passen. En de rechter zegt, ja, Clara Wichman heeft gelijk. Dat zou een mogelijke route zijn. En de tweede is, als je je bevel veel concreter en veel preciezer en veel dwingender uit het recht laat volgen. En dan noem ik het voorbeeld wat afgelopen jaar, eind vorig jaar speelde. Dat was het voorbeeld van de otters. Das en Boom kreeg een bevel van de staat. Das en Boom kreeg gelijk en de staat kreeg een bevel om een aantal specifieke punten, 5 specifieke knooppunten, tunneltjes te graven, waardoor de otters niet meer zo grootschalig werden platgereden. En dat soort gerichte, concrete, veel makkelijker uit de habitatrichtlijnen volgende bevelen lijken mij stukken minder problematisch dan deze vage, algemene, toch politieke, voorzitter. Als hoogleraar milieurecht ben ik natuurlijk heel blij met extra klimaatbescherming. Maar juist vanuit het recht kan ik niet anders dan met andere collega's toch heel kritisch zijn op de agendabeslissing. Ik juich het toe dat de regering meer broeikasgassen wil reduceren, maar ik betwijfel of de rechter dit besluit zo had kunnen nemen. Ik hoop dan ook dat in het hoger beroep een prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, want ik denk dat daar reden toe is. Vanwege 3 andere redenen ben ik ook kritisch vanuit een juridisch perspectief. In de eerste plaats de verhouding tussen wetenschap, politiek en recht. Wie heeft in onze rechtsstaat nu eigenlijk de macht om een harde doelstelling voor Nederland vast te stellen? Specifiek in het klimaatvraagstuk agenda dient deze macht in de Kamer te liggen, bij u dus. U wordt via verkiezingen gecontroleerd door de burger. In eerder onderzoek voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu heb ik dan ook reeds een Nederlandse klimaatwet aanbevolen. Ik heb het rapport bij me. In die wet worden de doelen voor het klimaatbeleid door de spelregels van de democratie bepaald. 2. Het is juridisch heel moeilijk te begrijpen dat een rechter kan oordelen dat 20% onrechtmatig is
en 5% meer, 25% rechtmatig. De klimaatwetenschap is erg ingewikkeld. Er zijn ook nog onzekerheden. Kunnen de niet bindende uitspraken van het IPCC en het internationale klimaatdossier in zo'n harde norm van een precisie van 5% worden vertaald? Ik denk van niet. In de derde plaats, het Europese klimaatrecht wordt niet goed uitgelegd en niet goed begrepen. Ik zag dat ook in de eerste ronde. En ik snap dat, want het Europese klimaatrecht is heel complex geregeld. Maar het is wel een realiteit. Mij verbaast de manier waarop de 17% in de uitspraak is gepresenteerd, met name in de context van het waterbedeffect. De uitspraak lezend zie ik voorts een duidelijke redeneerfout staan. Tot slot afrondend, ik ben benieuwd hoe op korte termijn de regering uitvoering denkt te geven aan de scherpere doelstelling en hoe daarvoor een weg wordt gevonden binnen dat raamwerk van het Europese recht in realiteit. Ook daarover wil ik graag vanmiddag met u van gedachten wisselen. Dank u wel. Drie punten. Eerste punt. De agendaprocedure is illustratief voor een bredere ontwikkeling binnen het aansprakelijkheidsrecht. Er zijn of worden soortgelijke procedures aangaande overheidsfalen gevoerd in de context van onder meer gaswinning, tabak, is al eerder gezegd vandaag, en asbest. Tweede punt. In het licht van deze ontwikkeling is ten eerste de vraag of als gevolg van de agendauitspraak nu voor ieder vermeend beleidsfalen een succesvolle gang naar de rechter open ligt. Dat is niet zonder meer het geval. Iedere procedure is feitelijk en juridisch anders. En het succes hangt dan ook af van verschillende juridische en praktische factoren, zoals nader omschreven zijn in het position paper. Rechters kunnen deze factoren prima beoordelen. Derde punt. De uitspraak roept vragen op over de verhouding tussen wetgever en rechter. Rechterlijke risicoregulering, zoals men het kan noemen, is op zich niet iets nieuws. In het verleden hebben rechters vaker invulling gegeven aan verantwoordelijkheden met betrekking tot verschillende milieu- en gezondheidsrisico's. Hoewel deze jurisprudentie niet direct ziet op klimaatverandering, heeft de rechtbank deze jurisprudentie terecht analoog toegepast op de vordering van Urgenda en de door de staat aangevoerde verweren. Nieuw is echter dat de civiele rechter wordt gevraagd een taak uit te voeren die de staat in de ogen van de eisers nalaat uit te voeren. In hoger beroep zou moeten blijken of de grenzen van de machten scheiding zijn overschreden. En ik volsta daarom hier graag met de algemene opmerking dat de overheid in haar beleid rekening moet houden met de op haar rustende juridische verplichtingen. Dat naleving van die verplichtingen niet meteen op internationaal of nationaal politiek draagvlak kan rekenen of politiek gevoelig ligt, doet hieraan niets af. Tenslotte. De thematiek zal waarschijnlijk de komende tijd vaker aan de orde komen, ook in andere dossiers en al dan niet in de rechtszaal. Daarmee dient de voortzetting van de discussie vandaag ook duidelijk een rechtsstatelijk belang. Ja, wij hebben 4 pagina's ingeleverd. Daar staat het meeste in van wat we graag willen zeggen. Dus ik wil graag vandaag iets anders zeggen. Ja. Ik had vorige week een man op bezoek uit Ethiopië. Die was uitgenodigd door Buitenlandse Zaken om hier een week te kijken naar allerlei dingen waar hij wat van kon leren. Dus mijn eerste vraag was, nou, wat wilt u weten? En hij zei, nou, ik kom bij u niet om een vraag te stellen. Ik kom u bedanken namens 1 miljoen boeren in Ethiopië voor die klimaatzaak. Dus ik was verbaasd dat die het überhaupt volgde, maar dat doen zij dus. En hij zei, een gebied ter grootte van Nederland heeft voor het zoveelste jaar ernstige droogte. Wij houden nauwelijks het hoofd boven water. En eigenlijk geeft deze zaak ons hoop. Want wij hopen dat daardoor gewoon landen gaan doen wat nodig is. En dat was eigenlijk de reactie die wij uit de hele wereld hebben ontvangen. Heel veel mensen zeggen, wij zijn heel blij dat er eindelijk wat gebeurt. Die 25% is een absolute ondergrens. Wij zitten al op 0,9 graden. Als wij niet rigoureus anders gaan doen, dan zitten we binnen 20 jaar al op die 2 graden, die gevaarlijk is. Nou, dat levert een wereld op vol met droogtes, overstromingen, bosbranden, noem het maar op, waar wij ons ook niet aan kunnen onttrekken. Dat heeft hier ook heel veel invloed. En wij zien nu wat vluchtelingen, maar dat zie je dan straks keer 100. Dus onze pleidooi is vooral om het niet een links-rechts dingetje te maken en om 3 jaar te gaan steggelen over 16 of 25%. Maar om te zeggen, laten we nou zo snel mogelijk de overgang maken naar een duurzame energievoorziening. En dat kan ook in 20 jaar, om het nog mogelijk te maken om het behapbaar te hebben.
En dan is de snelste route cassatie in belang der wet. Want ik heb vanuit de overheid eigenlijk voornamelijk juridische, principiële vragen gehoord. Is er precedentwerking? Zit de rechter niet op onze stoel? Nou, als je alleen maar juridische vragen hebt, dan kun je ook een snellere route kiezen. Aan de ene kant kun je in sprongcassatie gaan. Ik ga de verschillen hier nu niet uitleggen tenzij u het straks vraagt. Maar een nog snellere route is cassatie in belang der wet. Dan ga je het toch voorleggen aan de Hoge Raad, kun je al je vragen kwijt. Want sommige mensen zeggen, wij doen dit vooral om nog 3 jaar heel veel PR te hebben. En dan kunnen we als we voorzitter zijn volgend jaar lekker veel lawaai maken. En als we in de Veiligheidsraad willen zitten en een zetel, gaan we ook lawaai maken. Nee, wij doen dit niet om PR. Wij zijn super ongerust en wij willen de allersnelste route om samen een oplossing te bedenken. Wij willen graag overgang naar de nieuwe economie en niet de steggeling tussen links en rechts. Dat is onze inzet hier. En als we toch in hoger beroep gaan, dan zijn we met de 900 mede-eisers, waarvan er hier heel veel zijn, de tienduizenden Nederlanders die ons steunen en de miljoenen die ons volgen, echt van overtuigd dat het recht zal zegevieren. Dus daar maken wij ons niet zorgen over. Wij hopen dat we ons gaan verenigen om te doen wat nodig is. Bedankt. Voor het volgende zou ik nog kort aandacht willen vragen. Met het huidige klimaatbeleid in Nederland en de wereld zal er binnen 20 jaar een concentratieniveau van broeikasgassen in de atmosfeer zijn bereikt dat voldoende is om de aarde met 2 graden of meer te doen opwarmen. Er kan dan niets meer bij. Dat betekent dat we al in 2035 carbonneutraliteit moeten hebben bereikt. Anders gezegd, we hebben nog een emissiebudget van maximaal 20 jaar. Vanaf dat moment, over 20 jaar dus, zal de energievoorziening duurzaam moeten zijn. 20 jaar is echter te kort voor een wereldwijde energietransformatie. Meer tijd zal nodig zijn en dus zullen we het met dit beperkte emissiebudget aanzienlijk langer dan 20 jaar moeten zien vol te houden. Gelukkig kan dat ook door de emissies nu al en voor 2020 verder gaan te reduceren en daarmee vanaf nu de jaarlijkse aanspraak op dat emissiebudget te beperken. De geïndustrialiseerde landen hebben om die reden met elkaar op basis van de wetenschap onderkend dat een reductie van 25% tot 40% per 2020 van hun zijde noodzakelijk is. En dat is de reden waarom landen als Denemarken, Duitsland, Zweden en nog een aantal zichzelf een reductiedoelstelling van 40% voor 2020 hebben opgelegd. De absolute ondergrens voor een geïndustrialiseerd land ligt daarbij op 25%. Met een doelstelling van slechts 16% ligt Nederland ver onder die minimumgrens. En Nederland draagt daardoor willens en wetens bij aan een groot gevaar voor de gehele mensheid. En de rechter acht dat terecht onaanvaardbaar. Tot slot, het klimaatdossier laat zich met geen enkel ander maatschappelijk dossier vergelijken. De kennis is enorm, de consensus evenzeer en het gevaar voor de samenleving is ernstig en alomvattend. En anders dan in andere maatschappelijke dossiers is er maar één zekere remedie, namelijk snelle en vergaande emissiereductie. En vanwege deze unieke aspecten van het klimaatvraagstuk is de in de media geuite vrees voor precedentwerking op andere beleidsterreinen dan ook ongegrond. De klimaatzaak staat op zichzelf en moet ook als zodanig beoordeeld worden.